Ik ben Maaike, jullie Reuma-reporter van vandaag en we zijn op bezoek op een hele bijzondere locatie, namelijk de Universiteit van Utrecht, faculteit dierengeneeskunde. Ik mag zo in gesprek met René van Weeren over zijn onderzoek naar artrose en de verschillende behandelmogelijkheden bij dieren en mens. We staan hier toch voor mij in ieder geval op een hele bijzondere plek. Kunt u wat meer vertellen over deze locatie? Ja, je staat hier in het grootste dierenziekenhuis van Nederland. Zelfs volgens mij van Europa, als je het uitrekent. En in dit geval bij de afdeling paard, dus in de paardenkliniek. Ja. En wat doen jullie met die kennis? Want meestal filmen we in een algemeen ziekenhuis. Eigenlijk doen wij hetzelfde wat een algemeen ziekenhuis doet of een ziekenhuis doet. We proberen met onze kennis paarden beter te maken in dit geval. Ja. En het leuke van die paarden is dat in ieder geval, want wij hebben het dan vooral over de aandoening van het bewegingsapparaat. En bij paarden komt net als bij mensen artrose ontzettend veel voor. Ja, dat moet dus ook behandeld worden en daar doen we dan ook onderzoek naar. En het leuke van die paarden is dat als je naar die gewrichten kijkt, dan zijn die praktisch gesproken hetzelfde bij mensen. Er is gewoon onderzoek naar gedaan. Je kan je kraakbeendikte, de samenstelling van het kraakbeen, de eigenschappen van het kraakbeen, dat is eigenlijk één op één vertaalbaar. En dat betekent dus dat eigenlijk wat wij bij die paarden uit kunnen vinden, ja, dat het vaak ook direct vertaalbaar is naar de mensen. Ja. Dus wat jullie hier onderzoeken, daar leren jullie heel veel van en dat kunnen jullie meenemen. Ja, en ook als wij dus nieuwe behandelingen toepassen, dan kunnen we ook kijken hoe werkt het bij die paarden uit. Als dat veelbelovend is, ja, dan is de vertaalslag naar de mensenkliniek heel snel gemaakt. Ja. Ja. Dus dat is denk ik iets heel moois. En dan stellen jullie de diagnose artrose en als we dan het combineren met het onderzoek wat jullie doen, wat kunnen jullie dan doen op dit moment voor het paard? Nou, eigenlijk hetzelfde wat bij de mens gebeurt. Wat doe je bij de mens? Vooral pijnbestrijding. Ja, dus nou met allerlei pijnontstekingsremmers en dat soort middelen. Bij paard kun je ook nog eens een keer wat doen met bepaald orthopedisch beslag. Ja, dat zijn bijvoorbeeld ijzers met een soort verend zooltje erin, waardoor de klap wat minder hard op de grond wordt. Ja. Dus dat helpt je op die manier wat. Maar het zijn allemaal middelen die alleen maar de symptomen verminderen en niet echt de zaak oplossen natuurlijk. Ja. En er komt bij dat zeker ook bij paarden, net als bij de mens, een te langdurig gebruik van pijnstillers kan weer allerlei bijverschijnselen geven. Ja, en dat is een van de redenen dat we ook onderzoek gedaan hebben naar middelen waarbij bijvoorbeeld bepaalde stoffen die medicamenten langzaam vrijkomen in het gewricht. Om te voorkomen dat je of het gewricht heel vaak moet injecteren, ofwel dat je het zeg maar wat we noemen systemisch moet geven, dus oraal met pilletjes. Ja, ja, want dan heb je veel grotere doses nodig en dat geeft je de bijverschijnselen. Ja, precies. En dus eigenlijk op die manier heeft een paard veel minder injecties nodig en zou dat uiteindelijk ook bij ons als reumapatiënten kunnen? Ja, heel goed, want daar heb je hetzelfde probleem. Ook daar moet je die medicatie eigenlijk langdurig geven. En ook daar zit je met precies hetzelfde probleem. Je moet het of oraal geven met mogelijke bijverschijnselen. Ja. Of je kan het lokaal geven waardoor de dosering veel lager kan zijn. Dus minder bijverschijnselen. Maar ja, dan moet je dus ofwel telkens in dat gewricht prikken. Dat is niet echt bevorderlijk. Nee, of je moet iets hebben waardoor het vertraagd uit vrijkomt. Ja. Ja, en daar hebben we dus onderzoek naar gedaan. Ook bij paarden, ook bij honden trouwens, voor tussen wervelschijven. Ja, ofwel met bepaalde gelen zoals ze het noemen, waar die langzaam uiteenvallen, waar het medicament uit vrijkomt. Of met, we noemen microspheres, hele kleine bolletjes die afbreken en waar hetzelfde voor geldt. Ja, dat is echt systeem om dus langduriger medicatie te krijgen op een bepaalde plek of bij een tussenwervelschijf dan in een gewricht. Ja, precies. Nou, dat is mooi om te horen. Ja. En de kennis die jullie hier opdoen en de ervaring, hoe nemen jullie die mee richting de reguliere geneeskunde voor ons als reumapatiënten? Zeker wel, want we hebben ook een hele goede samenwerking met de buren. Het academisch ziekenhuis hier, het UMCU, staat op 100 meter afstand. Daar hebben we hele nauwe samenwerking, met name de afdelingen orthopedie en reuma, die ook ondersteund worden door het reumafonds overigens. De groep van Jos Malda, vorig jaar Faber, die groepen. Dus ja, daar is haast een soort fusie tussen die onderzoeksgroepen. Dus dat wordt eigenlijk meteen één op één uitgewisseld. Die kennis combineren jullie om uiteindelijk gezamenlijk tot vernieuwing te komen? Nee, die combineren we ook. Bijvoorbeeld die groep van Jos Mal is heel druk bezig met het zogenaamde 3D-bioprinten. Een hele geavanceerde techniek. Nou, dat kunnen wij niet. Maar wij kunnen het wel weer toepassen bij de paarden. Ja, om te zien wat het doet. Om te zien wat het doet. En dan is het de vraag van, nou, doet het wat bij het paard? Ja, dat is mooi. Dat is in ieder geval goed voor het paard. Ja, dan kan je het mogelijk nog doorvertalen en de mens ook. En het belangrijkste bij paard is, het is ook gewoon wat we noemen een doeldier. Het is gewoon een patiënt. Ja. Het zijn ook patiënten. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Dus het zijn geen proefdieren, het zijn patiënten. Ja. En wat zou voor u zelf de mooiste uitkomst zijn van dit onderzoek? De mooiste uitkomst zou zijn als we er ooit in staat zouden zijn om kraakbeen echt te herstellen.
Ja, want een kraakbeen, dat is een bepaald weefsel, bestaat dus uit, met name uit een eiwitskelet. En dat eiwitskelet, dat is eigenlijk het grote probleem, als dat kapot gaat, herstelt het niet meer. Nee. Als we ooit een keer zover komen dat we dat echt kunnen herstellen, ofwel... Dan beperk je verdere schade. Dan beperk je verdere schade, ja, want je krijgt gewoon een visueuze cirkel. Ja. Het wordt beschadigd, door de belasting wordt het verder beschadigd en dan krijg je een visueuze cirkel. Ja. Die moet je doorbreken. Maar dat is niet zo heel makkelijk, maar dat zou mijn ideaal zijn, als we het echt kraakbeen kunnen repareren. Ja. Dank u wel. Graag gedaan.